Blijmoedige, opofferingsgezinde en zorgzame karakter. Niets is te veel. Jij leert mij wat liefde geven is. Je bent een man bij wie ik me veilig en geborgen voel. Ik hou van je en bedank voor alles wat je hebt gedaan. Vier groene appels, een pak havermout en een half meer... Oh, dat is het verkeerde briefje. In de daaropvolgende maanden leerde ik je steeds beter kennen. Langzaam maar zeker daalde het besef dat de keren dat je te laat was, of de keren dat je je sleutels kwijt, je portemonnee, je rijbewijs, je pinpas of je telefoon kwijt was, geen incidenten waren. Daarom heb ik aan het begin van deze belangrijke dag, aan het begin van ons huwelijksleven, een klein cadeautje voor je. Een fluitende sleutelvinder. Liefste schat, vandaag beloof ik je om in gehoorzaamheid aan Christus samen hem te volgen in al zijn wegen. Ook als die voor ons misschien soms moeilijk en onbegrepen zullen zijn. Want alleen dan kan ons huwelijk een drievoudig snoer zijn dat niet haast verbroken zal worden. Liefste Bert, ik hou van je. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Jij mag nu verder.